Hallo en welkom bij mijn zaterdagstukje van zaterdag 9 oktober 2021. Het stukje van deze week heet Welkom in het Heden. Ik had de afgelopen weken op vakantie en nam mijn vrije tijd daarom minder serieus dan ik normaal gesproken zou doen. Maandagavond lag ik dan ook op de bank voor het eerst in tijden te genieten van een film. Je weet wel, dingen die mensen keken en het begin, midden en een einde hadden. Voor de serie Mani toesloeg en alles in een serievorm moest worden gegoten en opeenvolgen werd van afleveringen van 40 minuten tot een uur. Meestal met een cliffhanger aan het einde. Het was echter tijdens deze gezapige periode dat ik bericht kreeg dat Facebook, Instagram en WhatsApp onbereikbaar waren. Lekker rustig was mijn mening. Een hiaat in de bereikbaarheid is soms wel fijn. Maar uit nieuwsberichten van volgende dag bleek dat er ook mensen met de handen in het haar zaten. Niet alleen infojunkies die ineens beroofd waren van hun fungroep XXL, maar ook een arts die ineens geen contact meer had met zijn ziekenhuis. Het is een stuk ernstiger als dat gebeurt. Het is natuurlijk ook een beetje een waarschuwing. Bereikbaarheid werd enkel wanneer de mens bereikbaar is. En technologie blijft onderhevig aan problemen. De Titanic zonk ook, ondanks dat het technisch lastig of bijna onmogelijk gemaakt was. De vliegtuigen storten ook nog neer en stroom valt af en toe nog uit. Gelukkig zijn de mogelijkheden van vroeger niet uitgestorven. Maar we zijn ze wel langzaam verleerd. In Parijs heb ik de helft van de tijd op mijn mobiele telefoon doorgebracht. Niet dat ik zo zat te wachten op nieuws of berichten, maar omdat ik op zoek was naar informatie. Welke tramlijn moesten we nemen, welke trein en waar moesten we overstappen? Ik heb nauwelijks gekeken op een informatiebord. Google hield mij van station en naar de hotels. De coronapas hielp mij in musea en restaurants binnen. Maar hielp ook bij het aankopen van kaartjes voor deze musea. In Disneyland gebruikte ik de telefoon om wachtrijen op te zoeken. Goed, toen ik de reis stond van Pirates of the Caribbean, bleek mijn informatie niet te kloppen. Na een storing eerder die dag was de attractie open en de app hield vrolijk vol dat de wachtrij 5 minuten was. Ter verdediging, het bordje bij de ingang deed hetzelfde. Na 20 minuten in de rij moest echter worden geconcludeerd dat er geen waarheid berustte op de ons aangereikte informatie. Ik besloot van de nood een deugd te maken en een verjaardagstaart te bestellen van mijn collega's. Zo kon ik ze van op afstand alsnog tracteren. Zonder enige moeite plaats ik vanuit de bakkerij voor de attractie in Frankrijk een bestelling bij de bakker in Nederland. Ik voegde mijn eigen foto en tekst toe aan deze slagroomtaart en rekende af nog voor ik plaats nam in een bootje om de wondere wereld de piraten te bewonderen. Met hetzelfde gemak boekte ik een Uber toen de trein weigerde mee te werken ons naar Versailles te brengen. Daarentegen stond ik wel te vloeken toen ik met de telefoon en creditcard een hotdog af wilde rekenen bij een restaurant in Disneyland. Zelfs na het invoeren van al mijn gegevens werd de aankoop niet geaccepteerd. En daarom is mij alsnog onduidelijk. Een taart bestellen over 500 kilometer was geen probleem. Een hotdog op 15 meter afstand een onoverbrugbaar obstakel. Technologie. Het blijft een wonderlijk iets. Maar laten we eerlijk wezen, het moet wel werken. Dit was mijn zaterdagstukje. Graag tot volgende week. Nou. We'll be right back.
heel veel gesprekken.